Goedemorgen. Elk jaar zo, rond deze tijd, rond hemelvaart, komt de vraag op mij af, en misschien herken je dat wel, vanuit niet-christenen in mijn omgeving. Johan, wat is nou eigenlijk die hemelvaart? Wat vieren we dan, of wat vieren jullie dan precies? Kerst, daar hebben de meesten wel iets van meegekregen, wordt ook uitgebreid gevierd. Pasen, daar weten de meesten ook nog wel iets van. Pinksteren wordt een iets lastiger verhaal. Hemelvaart, geen idee. Geen idee. Johan, wat is dat nou precies met hemelvaart? Wat vieren we dan? En rondom hemelvaart zijn ook niet zoveel tradities. Hoe vier je nou hemelvaartsdag? Wat eet je dan? Wat doe je dan? Wens je iemand een fijne hemelvaart? Ik weet nog dat ik... Vroeger had ik een bijbaantje in de supermarkt. En toen was ik ook al christen. En mijn niet-christelijke collega's achter de kassa, die waren gewend van met kerst, dan wens je de klanten fijne dagen, fijne kerstdagen en fijne paasdagen. En dan kwamen ze naar me toe en zeiden ze, moet ik nou ook iemand een fijne hemelvaart wensen? Of werkt dat zo niet? Wat ook niet meehelpt is de naam hemelvaart. De meeste niet-christenen in mijn ervaring denken dan aan, ja, hemelvaart. De connotatie is iets met varen, met een bootje. Waar ging die dan heen varen? Of iets met ruimtevaart? De naam helpt ook niet mee in het Nederlands. En dan leg ik uit, en zeker vroeger had ik er helemaal nog niet zo goed zicht op, zei ik, ja, hemelvaart, ja, dat Jezus is dan naar de hemel gegaan, dat vieren we. Oké, Jezus is naar de hemel gegaan. En wat vier je dan precies? Waar is daar een reden om blij mee te zijn? Wat is daar goed aan voor jou? En ik merk dat we ook als kerken niet zo goed zijn in het vieren van hemelvaart. Kerst, dat vieren we groots. Druk bezochte kerstnachtdiensten. Pasen vieren we groots. Paasprees, feestelijke diensten. Ook Pinksteren leren we steeds beter om goed te vieren. Opwekkingsconferentie. En hemelvaart, als ik kijk in het land, vieren we als kerk over de breedte gemiddeld best sumier. Misschien heb jij vanochtend ook wel even getwijfeld van, ja, ga ik nou kijken? Op zondag is dat misschien helemaal niet zo'n vraag, maar het speelt ook niet goed mee dat het op een donderdag is. Zal ik wel, zal ik niet? En hemelvaart vieren voelt dan eigenlijk iets als een soort extraatje. Kun je doen, kun je ook niet doen. Kun je ook een jaartje overslaan. En ik denk dat dat komt doordat we geen goed zicht hebben op wat hemelvaart is en wat we precies vieren. En als het gaat om hemelvaart, zijn er twee belangrijkste teksten in het Oude Testament. Twee belangrijke profetieën die ik met jullie wil lezen. En de eerste vind ik in Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Petrus die legt in zijn Pinksterpreek, je kunt het thuis nalezen, legt hij uit. Deze psalm, deze profetie gaat niet over koning David. Deze profetie is in vervulling gegaan in koning Jezus. Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader. En de rechterhand is niet zomaar een soort van plaatsaanduiding van links, rechts. Nou, hij zit aan die kant. Voor een Jood in de tijd van Jezus was het meteen duidelijk, dat is de plek van heerschappij, van eer en van koningschap. Daarom zegt Jezus ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als de hoge priester aan Jezus vraagt, bent u de Christus? Dan zegt Jezus, ik ben het en u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En dat is ook wat Stefanus ziet. Hij wordt gestenigd, hij werpt een blik, hij krijgt een blik in de hemel en hij zegt, Stefanus, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Zowel Jezus noemt de Zoon des Mensen, Stefanus noemt ook de Zoon des Mensen. En die Zoon des Mensen komen we tegen in die andere, tweede, belangrijke profetie uit het Oude Testament. Als het gaat om hemelvaart, als het gaat om
koning Jezus. Daniël 7, vers 13, 14. Pak vers 9 erbij. Daniël zegt, ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Daar is hij. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. In de tijd van Jezus is dit hoofdstuk, deze profetie, Daniël 7, is een populaire profetie. Het land gaat gebukt onder bezetting. Ze snakken naar verlossing, bevrijding. Ze snakken naar de komst van die mensenzoon. Die nieuwe koning die plaatsneemt aan de rechterhand van God. April 30, 2013. April 2013. Timon noemde het al. Belangrijke dag voor ons als land. Dat was de dag dat wij als land een nieuwe koning kregen. Willem-Alexander werd beëdigd en ingehuldigd als koning der Nederlanden. En dat is precies wat er is gebeurd met hemelvaart. Een belangrijke dag voor ons als aarde, als wereld. We kregen als wereld een nieuwe koning. Jezus Christus werd gehuldigd, ingehuldigd als koning. Hemelvaart is zijn inauguratie. De Engelsen hebben er een mooi woord voor, Coronation Day, kroningsdag. Hemelvaart is de kroningsdag van Jezus Christus. En als je de evangelie leest en je leest over hemelvaart, dan lees je daarover vanuit het perspectief van de leerlingen. Die zien Jezus, zien ze verdwijnen, van aarde richting hemel gaan. Maar stel je hemelvaart op dit moment eens eventjes voor dat moment. Stel je dat eens voor vanuit het perspectief van de hemel. Vanuit het perspectief van de engelen. De hemel, troonzaal van God. Vol met engelen. 1000 × 1000, 10.000 × 10.000. Hoeveel is dat? 100 miljoen, honderden miljoenen engelen. Daarin die troonzaal. Hoeveel mensen kunnen er in een stadion? Nou, zoveel stadions bij elkaar om een beetje een begin te krijgen van hoe dat daar eruit ziet. Die troonzaal rondom de troon van God. En die hemel en die engelen die daar zijn. En ze zijn getuigen geweest van de geboorte van Jezus. Van de verzoeking in de woestijn, van zijn bediening, van het kruis, van het graf, van de opstanding. En daar, nu is het hemelvaart. Jezus komt eraan. Hij loopt de hemel weer binnen. Het lam dat geslacht is, de leeuw uit de stam van Juda. Hij is thuis. Hij is terug. Hij is er weer. En Jezus beweegt zich tussen die miljoenen engelen door richting de Vader. Hij draait zich om en hij neemt plaats. Aan de rechterhand van God. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Hoe vierden ze hemelvaartsdag in de hemel? Wensten ze elkaar een fijne hemelvaartsdag? Zou het stil zijn geweest op dat moment in de hemel? Ik denk dat die miljoenen engelen losgingen in aanbidding. Openbaring 5, ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren, van de ouderlingen, hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen, duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, niet gefeliciteerd met hemelsdag, met luide stem zeiden ze,
Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid, dankzegging. Kijk, dat is hoe je Hemelvaartsdag viert. Niet een oranje tompoes, maar hemelse aanbidding. En dat is hoe we vanmorgen Hemelvaart vieren. We sluiten aan bij die engelen rondom de troon. Hebben we ook gedaan. Gaan we straks mee verder. Hemelse aanbidding. Dat is hoe je Hemelvaartsdag viert. Aanbidding van de nieuwe koning. Maar, dat is in de hemel. En wij zijn hier op aarde. Daar hebben ze misschien wel reden voor een feestje. Maar wat valt er voor ons eigenlijk te vieren met Hemelvaart? He, want wij staan met lege handen. Wij zien hem als leerlingen verdwijnen. Hoe zit dat precies? Als je het evangelie leest, prachtige ontmoetingen die Jezus heeft na zijn opstanding met de leerlingen. Ontmoetingen, nog een ontmoeting en nog een ontmoeting. En dan Hemelvaart is gewoon een beetje een domper, is een afscheid. Ook in onze prekenserie, ontmoetingen met Jezus. We horen de een na de andere prachtige ontmoeting die Jezus heeft. Ja, en dan, ja, vandaag Hemelvaartsdag. Ja, dat is dan afscheid, dat is dan vaarwel. Wat valt er dan eigenlijk te vieren hier op aarde? Wat ons gaat helpen, is om te begrijpen wat de hemel is. Hoe hemel en aarde zich tot elkaar verhouden. Hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. Waar is de hemel? Waar is Jezus nu? De hemel is niet daarboven, in de lucht. Het is niet als je maar hoger en hoger en hoger gaat, dat je dan in de hemel komt. De hemel is niet in de ruimte. Jezus was niet een soort ruimtevaarder die omhoog ging en toen zo, ja, dat je dan op een gegeven moment in de hemel bent, als je maar ver genoeg gaat. De hemel is niet een plek in onze kosmos, in materie en tijd. Jezus is niet verdwenen in de ruimte. Waar is de hemel? Nog even over dat tussendoor dat wolkje met hemelvaart. Die wolk met hemelvaart was niet een soort roltrap of zo, of een soort lift waar Jezus mee omhoog ging. Wat staat er? Die wolk onttrok Jezus aan hun ogen, aan hun zicht. Die wolk was niet een soort hemels liftje wat Jezus nodig had om steeds hoger te komen. Die wolk was teken van de aanwezigheid van God. Zoals die wolk dat zo vaak was geweest in de geschiedenis van Israël. Mozes op de berg. De wolk die rust op de tabernakel. De wolk in de woestijn. De wolk die de tempel vulde. De wolk bij de verheerlijking op de berg. Die wolk is, God is aanwezig daar bij de hemelvaart. Om zijn zoon welkom te heten. Wat is de hemel? Hemel en aarde zijn twee dimensies van Gods goede schepping. En de hemel is Gods dimensie. Gods realiteit. Gods ruimte. De aarde is onze ruimte. Om te helpen, om te begrijpen, kun je het vergelijken met als de aarde een boek is, dan is God vanuit de hemel dat boek aan het schrijven. God is de auteur. Als de aarde toneel is, dan is de hemel eigenlijk de regiekamer, de plek achter de schermen, achter de coulissen, van waaruit alles aangestuurd wordt. Als de aarde een film is met acteurs, dan is God de regisseur. Als de aarde oorlogsgebied is, dan is de hemel de controlekamer, de commandopost. Dat is de verhouding tussen hemel en aarde. Ligt iets ingewikkelder dan alleen maar beneden en boven. Als
al spreken de mensen in de Bijbel daar wel vaak zo over. Dat is de verhouding tussen hemel en aarde. En hemel en aarde die zijn dus verschillend, verwijderd van elkaar, maar ook verweven met elkaar, op elkaar betrokken. Ze doorkruisen, ze doorsnijden elkaar. Ze grijpen op elkaar in. De hemel is betrokken op de aarde. En nu komen we bij de aanwezigheid, de afwezigheid van Jezus. Jezus ging weg. Wat valt er nou te vieren? Hemelvaart draait niet om dat Jezus wegging. Hemelvaart draait erom dat Jezus vanaf nu op een andere manier aanwezig is. Niet vanuit de aarde, maar vanuit de hemel. Het is alsof hij van het toneel is gestapt, achter de schermen, achter de coulissen, en van daaruit het toneelstuk opnieuw de regie heeft gepakt over het toneelstuk. Waarom zeggen we na hemelvaart nog steeds dat Jezus bij ons is? Met hemelvaart vieren we dat Jezus ging weg, maar we zeggen nog steeds dat Jezus is bij ons. De hemel raakt de aarde op zo'n manier dat als je in de hemel bent, dat je overal op aarde aanwezig kunt zijn. Zo grijpen die dimensies op elkaar in. Lucas eindigt zijn evangelie met de hemelvaart. Wat zijn de laatste woorden daarom ook van Jezus in Matthäus? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hemelvaart. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Wat vieren we met hemelvaart? Dat Jezus koning werd, Kroningsdag. Hoe vieren we dat? Met hemelse aanbidding. Valt er wel wat te vieren? Staan we niet met lege handen? Wat valt er te vieren dat Jezus weg is? Ja, we vieren dat Jezus op een nieuwe, betere manier aanwezig is. Op aarde kan Jezus maar op één plek tegelijk zijn. Vanuit de hemel is Jezus overal aanwezig. En is hij elke dag bij je. Laatste vraag waar we naar kijken is: wat betekent hemelvaart dan voor jouw leven nu? Jezus is koning. Jezus is in de hemel. Oké. Nou en? En nu dan? Wat heeft dat dan te maken met mijn leven als volgeling? En daarvoor wil ik met grote stappen door het verhaal van de Bijbel. Vanuit het perspectief van de hemelvaart gaan we met grote stappen opnieuw door de geschiedenis van God met de mensheid. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En God zag dat het goed was. Er was harmonie tussen hemel en aarde. Er was een open lijn tussen hemel en aarde. Paradijs op aarde. God wandelde in de avondkoelte met de mens. En God neemt een risico. Want God zegt tegen de mens: heers jij maar over de aarde. Ik maak jou heerser over de schepping, over de aarde. Hier is de heerschappij. Groot risico wat God neemt. Ging ook niet lang goed. Mens kwam in opstand. Wilde niet een personage zijn in het verhaal. Mens wilde zelf zijn verhaal schrijven. Wilde maar niet meespelen in de film van zijn leven. Wilde zelf de regisseur zijn. Klinkt bekend? Klinkt wel als een mens. De harmonie tussen hemel en aarde wordt verbroken. De open lijn raakt verstopt. We verkwanselen onze heerschappij over de aarde. En de slang wordt overste van deze aarde. Vanaf dat moment, en dit is waar de Bijbel over gaat, zet God van Genesis tot Openbaring zijn plan in werking. Om de heerschappij terug te veroveren op de slang. Om de slang te onttronen. En om zelf weer koning te worden. Van Israël. Van de wereld. Op aarde zoals in de hemel.
Fase 1 van het plan van God. God zoekt een ingang op aarde. Hij houdt zich aan zijn eigen afspraak. God is gebonden aan zijn eigen afspraak. Hij heeft de heerschappij gegeven aan de mens. En de mens heeft het verkwanseld. En de slang is nu overste van deze wereld. Rechtmatige heerser was de slang over de wereld. God kan niet zeggen, nee, wacht even, dit doen we even opnieuw. Slang, wegwezen. De slang kon zeggen, nee. Dit is rechtvaardig. Ik ben rechtmatig heerser hier. En God die zoekt naar wegen om die lijn weer open te krijgen. Te communiceren met de aarde. Brandende braamstruik, visioenen, engelen, wolk. En God begint op aarde een plek, een landingsplek, een soort bruggenhoofd, een ingang te creëren op aarde. Een heilig volk. In een heilig land. Met een heilige stad. Met een heilige tempel. Met daarin het heilige. Met daarbinnen het heilige der heiligen. En een ark. En de gerubs. En daartussen heeft God een plek waar hij rechtmatig kan wonen onder zijn volk. Hij heeft een landingsplek gecreëerd. Een ingang waar hij binnen kan komen. En van hieruit kan hij meer ruimte gaan pakken. En dat doet hij ook. Fase 2. God die schrijft zichzelf in het verhaal. In de persoon van Jezus. De tempel was die unieke plek waar hemel en aarde elkaar raakten opnieuw. En Jezus heeft onder ons getabernakeld. Jezus pakt die rol van de tempel over. Zegt, ik ben nu de nieuwe tempel. Ik ben nu die plek waar hemel en aarde elkaar weer raken. Waar de hemel invloed heeft op deze aarde. En in Jezus kan Gods invasie verder gaan. En die slang die probeert Jezus nog op dezelfde manier als bij Adam onschadelijk te maken. Met de verzoeking in de woestijn. Maar waar de eerste Adam faalt, slaagt de tweede Adam. Adam die wilde als God worden. Jezus legde zijn Goden gelijk zijn af. Adam kwam in opstand tegen God. Jezus zei, uw wil geschieden. Adam gaf een ander de schuld. Jezus nam de schuld van een ander op zich. En Jezus in zijn bediening op aarde verovert steeds meer terrein op de slang. Hij geneest, hij bevrijdt, wekt doden op. Hij heerst over de schepping, over bomen, over water, over vissen. En die slang krijgt de doodsbenauwd, want Jezus pakt steeds meer ruimte. En dat koninkrijk der hemelen is gekomen, breekt baan. En dan aan het kruis wordt de slang ontroond. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Het kruis is de abdicatie, de ontroning van de slang. Kolossenzen 2. En dan, in dat hele verhaal, is het hemelvaart. Een verrassende wending in het verhaal. Want Jezus wordt koning, verwacht Israël ook. Psalm 110, Daniel 7, nog veel meer. De koning Messias, troon van David. Verrassende plotwending, want wat gebeurt er? Jezus wordt wel koning, maar zijn troon komt niet op aarde. Zijn troon is in de hemel. En de discipelen die pakken het ook nog niet helemaal. Als je het verhaal leest over de hemelvaart in Handelingen hoofdstuk 1. De discipelen die vragen vlak voor Jezus een hemelvaart. Vragen ze hem, Jezus herstelt u dan nu het koninkrijk van Israël? Zij zitten nog, ze zijn blijven hangen in fase 1, in fase 2. Jezus die is al lang bezig met fase 3. Zij vragen, Jezus herstelt u nu het koninkrijk van Israël. Zij vragen Jezus, wat gaat u nu doen? Maar Jezus zit al in de volgende fase. Jezus, die draait het om. Jezus zegt, nee,
wat gaan jullie nu doen? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Jullie zijn de volgende fase van Gods plan. Mijn troon komt niet in Jeruzalem, mijn troon komt in de hemel. Jullie zijn de volgende fase. Ik schrijf jullie nu in het verhaal. Het koninkrijk breidt uit. Het koninkrijk herstelt. Waar de kerk, waar de discipelen in de kracht van de geest de wereld intrekken. Jij bent nu ambassadeur van het koninkrijk. Jij bent wat de mensen in jouw omgeving zien van Jezus. En die rol van de tempel, die unieke plek uit fase 1 waar hemel en aarde elkaar raken, die rol die Jezus overpakt en zegt, ik ben de nieuwe tempel, die rol, Jezus neemt weer een enorm risico, maar Jezus geeft die rol nu aan jou en mij. Hij zegt, jullie als individu, samen als gemeente, jullie zijn nu een tempel waar de geest woont. Waar hemel en aarde elkaar raken. Jij, wij, zijn een plek waar de aarde gevoed wordt met het leven vanuit de hemel. Jouw persoon, jouw leven is een plek waar jouw omgeving geneest en herstelt vanuit de hemel. Omdat jij op aarde leeft, maar bent aangesloten op de hemel. We zongen voor de preek dat lied. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Ik stel me zo voor dat Jezus zo hier heel goed dat lied had kunnen zingen over zijn discipelen. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Jij bent de volgende fase in dit plan. Dat is schrikken met hemelvaart. Dat betekent leven op aarde, maar met je hoofd in de wolk. De wolk. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Colossense 3. Uw koninkrijk komen. Door mij heen, door mijn leven, door onze gemeente. Uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. We leven als individu, als gemeente, op aarde met onze hoofd in de wolk. We zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus zit, aan de rechterhand van de Vader. Gelukkig stopt het niet bij hemelvaart. Na hemelvaart komt Pinksteren. Dat hoeft niet uit eigen kracht, maar in de kracht van de geest. En dat hoef je niet alleen te doen, dat doen we als gemeente samen. Wat vieren we met hemelvaart? Kroningsdag van Jezus. Hoe vieren we hemelvaart? Gaan we zo mee verder. Hemelse aanbidding, aansluiten bij de engelen rondom de troon. Valt er wel wat te vieren met hemelvaart? Staan we niet met lege handen? Zeker wel. Zeker valt er iets te vieren. Hij is met ons alle dagen tot aan het einde van de wereld. Vanuit de hemel. En wat betekent hemelvaart voor ons leven nu? Jij bent de volgende fase in Gods plan. Jij bent een plek waar de hemel de aarde beïnvloedt. Jij bent een tempel waar de geest kan wonen. Jij bent een plek waar Gods koninkrijk is en zich uitbreidt. Uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Here as in heaven. Ik wens jou een hele fijne hemelvaart.